Ik ben ook een boek van Osho aan het lezen. Wat ik echt mindblowing vind. Wat die man allemaal gezegd heeft. Ik ben er al een jaar of 4 mee bezig met dat boek. En dan lees Vier ik al. jaar? Ja, maar dan lees ik weer eens een bladzijde. En dan zit ik daar echt. Ja. Helemaal op in te voelen en mee weg te dromen en te filosoferen. Dus, en ik ben nu dus bij dit thema uitgekomen in mijn leven van het aanschouwen van die dingen en je patronen en zo. En ik lees weer een bladzijde in dat boek van Osho. Dat boek heet Tantra. Dat gaat echt over het leven in extase, wat het leven echt is. Ook, nou, hij noemt dat dan niet zo het veld, maar dat resoneert enorm met mij. En ik lees. Toevallig, ja, dat valt me dan toe. Een hoofdstukje of een bladzijde over de wortel omkappen. Dus cut the root. En in plaats van alle blaadjes bestrijden. Hè, dus het gedrag wat we zien, wat bij onszelf of bij anderen, dat zijn dan blaadjes. Maar dat komt ergens vandaan. Uit zo'n kernovertuiging, uit zo'n gevoel, uit zo'n diep programma. En als je daarbij gaat zitten, als je dat gaat zien, zonder dat het je overneemt, dat noemt Osho cut the root. Dus echt de wortel afknippen. En dan zie je dan alles wat daaruit voort is gewaaierd, zoals die fractaal, dat verliest zijn kracht. Ja, en ik lees dat dan en ik denk, ja, dankjewel meneer Osho, dat is precies waar ik mee bezig ben. Ja. En Ja. zou dat ook kunnen vertalen naar dat je iets neutraliseert? Ja, het maakt het inderdaad neutraal. Ja, het neemt je niet meer blind over. Weet je, Carl Jung, die had daar een mooi citaat over. Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Ja, dat vind ik dus echt een hele mooie. En het neemt je blind over, maar zodra je er bewust van wordt, wordt het neutraal. Want je staat er ineens naast. Naast dat stuk programma. En je voelt hem wel, en het is wel een stemmetje. Oh, doe dit, oh, potverdorie. Of, oh, kijk uit, oh. Maar je weet gewoon, oh, wacht, dit is helemaal niet reëel. Ik, mijn gewaarzijn, heeft een hoger perspectief. En die ziet nu van, dit is een beetje overdreven nu. Weet je, dus al die keren dat zoiets komt, is een ingang naar binnen van, hé, waar komt dat vandaan? Ik wil even iets aan jullie allebei voorleggen, want ik heb ook wel eens van die processen, daar zit je dan even in, met bepaalde twijfels of dat je op een kruispunt staat van wat moet ik nou doen? Of een vervelend gevoel heb je. En dan ga ik altijd even afstemmen, dan zoek ik altijd even een rustmoment op de dag, meestal 's avonds, en dan ga ik eventjes afstemmen. En de ene keer komt dan de Niels, zeg maar, die mezelf een beetje berustend toespreekt. En de andere keer komt er een Niels die mij juist een beetje aandoedigt. Weet je wel, dus er komt, iedere keer komt er iets, gaat er iets door mij heen wat mij op het juiste moment de juiste dingen zegt. Alsof het een overkoepelend zelf is dat eventjes mij omarmt of even knuffelt of eventjes het juiste tegen me zegt wat nodig is. Maar herkennen jullie dat ook, dat er steeds een andere versie van jezelf op het juiste moment eventjes jou even aanraakt of even jou toespreekt? Daar ben ik wel benieuwd naar. Herken je dat, Marlijn? Ik heb wel, dat is een soort trucje. Als je denkt, je bent een beetje aan het twijfelen, moet ik dit nou doen? Moet ik dit nou niet doen? Je weet het gewoon niet zo goed en je komt er met je denken niet uit. Om dan toch die beslissing te nemen om het bijvoorbeeld wel te doen. Want als je dan heel goed naar je lichaam luistert, dan voel je meteen, oh jee. Dit is geen goede beslissing. En je kan altijd nog terug op je beslissing. Dus dat maakt allemaal niet uit. Maar ik heb wel eens het gevoel van. Dus dan heb ik gezegd van. Ik doe het wel of doe het niet. En dan voel ik mijn lichaam gewoon. Of mijn ziel die daarachter zit. Die voel ik gewoon in tranen uitbarsten. Van doe dit nou niet. Zo. En ja, daar kom ik er natuurlijk meteen op terug.
Maar dat is een soort trucje als je er met je denken niet uitkomt. Om toch maar die beslissing te nemen. Mooi. Ja, ik heb daar ook wel ervaring mee. Ik hoor wel eens de stem van mijn moeder in mijn achterhoofd. Wauw. En die is heel erg risicomijdend. En Ferdinand, doe dat nou niet. Maar ik weet, dat is programma. Weet je, dat is programma. Weet je, dat... En ik had zelf ook een soort trucje met Merlijn. En dat is dat ik me inbeeld hoe ik er vanaf mijn sterfbed op terug wil kijken. Dat is als een soort meditatieve oefening. En dan vallen alle angsten praktisch wel weg. Dan kies je eigenlijk ja, het meest mooie, maar misschien ook wel weer het meest heroïsche. Wat ook een programma kan zijn om stoer te doen, om erkenning te krijgen. Maar dat heeft me wel onwijs geholpen als ik terugkijk op goede keuzes. Dat ik denk, ja, wauw. Weet je, en je hoort ook wel eens van, ja, je allereerste initiële gevoel, die is kloppend. Want die komt zonder filter binnen bij je. En daarna beginnen de programma's pas af te draaien. Dan weet ik niet helemaal of dat klopt. Want als je al in een programma zit, hè, zoals die stoïcijnse gezichten, zoals je wel eens over straat kan lopen, als je ergens... zit je al in een soort van programma. Dus hoe zuiver kan er iets nog bij binnenkomen? Dat vind ik ook een lastige. En we hebben afgelopen zondag hebben we voor de Tijdboek Lumens podcast hebben we Juno Burger geïnterviewd. En die wist het echt mooi te verwoorden, waar ik zelf ook steeds meer bij uitkom. En dat is echt ja, op zoek naar die verbinding met die ja, gouden kern in je. Of die, ja, die innerlijke waarheid. Dat lijntje met de bron. Ja, weet je, er zijn 101 termen voor. Allerlei spirituele stromingen. Ik geloof dat alle religies en stromingen daarover gaan eigenlijk. Dat het allemaal wegwijzers waren om mensen daarbij thuis te brengen. Echt in verbinding zijn en blijven. Ja, met die goddelijke vonk, met dat echt dat ultieme weten. Weet je, ik ben boeken van Bram Moeland aan het lezen over de Katharen en het Thomas-evangelie. En dan lees je in de gnostiek en dan lees je wat Yeshua of Jezus allemaal voor wijsheden heeft gedeeld. En dat gaat echt hierover, over het samensmelten, het eenmaken van het sterfelijke. Hè, dit soort kruispuntdilemma's, de wereld. Met het onsterfelijke, die verbinding met die ziel, het goddelijke. En als dat één geworden is, ja, dan vervul je ja, in mijn ogen echt ja, je purpose, je bedoeling, wat je hier komt doen op aarde. Wat dat ook is, dat is gewoon uniek voor ieder mens. Ja, dan stroomt er verzoek in wat er door je heen wil stromen. Ja, nou, ik heb dus een paar jaar geleden de Thomas Evangelie gelezen, ook een boek van Bram van Moerland. En dat gaat volgens mij heel erg over bewustzijn. En terwijl het wel, Jezus, of Yeshua, staat daarin centraal. Hè, met zijn teksten, met zijn wijsheden. Maar toen ik het las, want ik had de Bijbel nog nooit gelezen eigenlijk. Toen ik dat las, dat resoneerde zo mij. Ik van ja, verdorie, dat gaat gewoon over mij. Dat gaat gewoon over dat bewustzijnsproces. En dat is heel spiritueel, alleen het is net hoe je het uitlegt. Want als je volgens mij meer bijbelteksten, volgens mij meer het Oude Testament leest, dat is toch een hele ruwe, bozige versie van hoe je het ook uit kunt leggen in spirituele zin. Hmm. Dus daar kunnen we denk ik heel veel van leren om er anders naar te kijken. Absoluut. Weet je, wat Bram Moeland daarover schrijft, is dat de kerk, het instituut, ja, die claimt dat Jezus bij het Oude Testament hoort. Maar dat heeft Jezus zelf nooit gezegd. De Katharen en de Gnostici, die zeggen, Jezus is een hele duidelijke breuk met het Oude Testament. Die straffende God kan nooit die liefdevolle, compassievolle God van Jezus zijn. Weet je, en het Onze Vader in de westerse wereld begint met Onze Vader die in de hemelen zijt. Nou, God is ineens een man en hij is in de hemel, hij is afgescheiden van ons. Jezus sprak in de Armeense taal. In het Armeens begint het Onze Vader. Ongeveer met bron,
waaruit alles is ontstaan en wat door alles heen is. Ja, dat is even een andere boodschap van Yeshua. Ja, zeker. Ja. Niks afgescheidenheid en niks mannelijkheid of iets. Nee, het is gewoon allesomvattend. Ja, ik vind het heel mooi. Absoluut. Ik heb het boekje hier voor me liggen. Ik kan hem wel even doorbladen, want je hebt natuurlijk heel veel thema's komen daarin voor. Ik zal eens even wat... Want gezondheid, onderwijs en wat ik ook een hele interessante vond, seksualiteit. Ja, die is zeker interessant. Want volgens jou, tenminste volgens jou, volgens mij trouwens ook hoor, maar we zijn, hoe wij nu seksualiteit beleven, is toch al een beetje het niveau van de Neandertaler. Ik denk erger. Ik weet niet hoe de Neandertaler seksualiteit beleefde. Misschien was dat wel heel erg in flow en helemaal niet bruut. Of misschien is bruut wel in flow voor de Neandertaler. Dat weet ik niet. Maar als ik naar mijn eigen leven kijk, hoe enorm geprogrammeerd ik mij heb gevoeld vanuit beelden, uit films, uit reclames, uit pornografie. Zonder dat er begeleiding ook bij is. Er is niet een inwijdingsritueel of een cursus of ouders maken het niet bespreekbaar, in mijn geval. Op school, ik weet nog, mijn groep 8 meester, die ging daar wat in proberen, seksuele voorlichting. Maar ja, door al het gegiegel is hij er maar mee gestopt. Ja, eindelijk. Ja, precies. Dat is het dan. Ja, en ja, om sowieso klassikaal te doen, weet je, met het meisje naast je waar je verliefd op bent, bij wijze van spreken. Ja, want dat is ook een beetje een gekke setting. En er zijn culturen die doen dat echt in de familie. Zodra een meisje of een jongen op een leeftijd komt of bepaalde symptomen vertoont, ja, dan wordt er echt een ceremonie voor gehouden, of meerdere. En dan mogen ze alles bevragen en hoe zit het dan? En dan wordt er gedeeld. Hè? Maar er zijn ook allerlei tantrische stromingen en voor sensueel genot. Nou ja, als ik dat dan zie, dan denk ik, ja, mooi. Maar ook weer, komt het weer vanuit lust. Er zijn heel veel verhalen ook dat zo'n leraar, of dat er allerlei vergrijpingen zijn. Uiteindelijk komt het er bij mij telkens weer op uit. We doen het niet vanuit liefde, maar vanuit lust. En die twee staan niet haaks op elkaar. Weet je, dat die twee kunnen prachtig samengaan. Maar met het ontbreken van liefde, ja, mis je echt de ultieme dimensie. En de grap is ook dat heel veel mensen in spirituele stromingen polygaam worden. En ze noemen dat dan polyamoreus, maar dat vind ik echt een marketingterm. Amoreus, polyamoreus. Ik zou het monoamoreus willen noemen, een polygaam. Maar voor mij is dat dan ook een soort van bevrijding van, oh ja, het kan en vrijheid en blijheid. Maar voor mij is die hele seksuele bevrijding uit de hippie-revolutie in de jaren 60, 70 echt nog een verdere beschadiging van de heilige seksualiteit. Voor mij, hè, zo voelt het voor mij echt. En ik ben hier zelf ook onwijs en afgedwaald geweest, dus ik weet waar ik het over heb. Weet je, ik wil helemaal geen details noemen, maar het valt ook een beetje buiten de scope van zo'n gesprek, denk ik. En oh ja, het is wel een verdieping op de bewustzijnsshift waar we in zitten. Ja, ik weet niet, ik voel me daar ook een beetje ongemakkelijk bij, denk ik, omdat ik het nu mezelf daar misschien een beetje in afwijs. Van, maar ja, goed, het was voor mij ook die verkenning van alles wat niet werkt. Ja. Hè? Die ultieme liefde, ultieme vrijheid, go your gang, doe je ding, om vervolgens te ontdekken dat je toch echt weer thuis gaat komen bij die liefde. Ja, zo heb ik dat ook op seksualiteit ervaren. Ook wel een aardige experimentele zoektocht geweest. En voor mij is dat iets om, in mijn geval om doorheen te gaan, om vervolgens tot het besef te komen hoe heilig en hoe verbindend en hoe bijzonder het wel niet is. Weet je, voor mij is het echt iets om te delen met één iemand, waarmee je een ultieme diepgang en hoogte kan bereiken. En een sensualiteit. Dat is met geen pen te beschrijven. En ik geloof echt dat het,
dus niet alleen op fysiek niveau is, maar ook in balans is met het emotionele niveau, het energetische niveau en het spirituele niveau. En als je het alleen maar bij het fysieke houdt, of als je het met meerdere partners deelt, waar je misschien ook heel emotioneel fijn bij voelt en energetisch, maar dat het toch een verstoring is, omdat je het deelt. Het verspreidt, moet ik zeggen. Delen klinkt prettig, maar het verwatert. Dat is, zo voelt dat voor mij. En ik kan nog steeds getriggerd worden op een fysiek niveau bijvoorbeeld. Mm-hmm. Als ik een mooie vrouw zie die heel schaars gekleed is, waarvan ik weet of voel op een energetisch niveau van, nou ja, dit is meer een roep om aandacht en erkenning. En deze vrouw gebruikt daar haar dingen voor. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. Iedereen is op zoek naar erkenning. Maar mijn initiële trigger is wel van, oh wauw. En zonder een woord uit te wisselen. Dat is ook best wel wonderlijk. Hè? We gewoon zo getriggerd of gefascineerd kunnen raken door mensen. Of nou, waar je dan maar van houdt, van vrouwen of mannen. Maar en dat je daar eigenlijk geen enkel woord mee wisselt. Dus de communicatie gaat zo gelaagd. Want we zijn zulke wonderlijke wezens die veel meer kunnen dan gewoon natuurlijk alleen een babbeltje maken. Ja. Dus dit is ook een aantrekkingskracht die op een heel kosmisch fundament stoelt. Weet je, alles in het universum is polair. Je hebt bijvoorbeeld een man en een vrouw. En we zijn op zoek naar eenheid. We voelen allemaal zo die liefde voor eenheid. Dat is gewoon een soort diep innerlijk weten. Onbewust voelen we dat. Maar je komt als man op aarde of als vrouw. En je ziet, je bent niet één. Je hebt die ander nodig voor eenheid. Dus ja, ik geloof dat daar die aantrekking vandaan komt naar elkaar toe. Dus ja, je voelt echt op een heel diep niveau het verlangen om samen te zijn. En te versmelten en in elkaar op te gaan. En als je dan kijkt naar pornografie, hoe dat zich dan op die manier uit, is ja, heiligschennis, zou ik willen zeggen. Het is zo zonde. Het is echt zo zonde. Het is zo'n slap aftreksel van iets wat zo mooi is en zo verdiepend is. En waarin je ook echt elkaar tegenkomt en jezelf tegenkomt.